Communicatievak. Yes. Het communicatievak bewijst zich in deze moeilijke tijd. Vaak op de achtergrond met vooral aandacht voor communicatie over de primaire dienstverlening. Communicatie over de veiligheid van medewerkers en klanten. Het communicatievak bewijst zich in deze moeilijke tijd. De quote komt van jullie eigen voorzitter Koen van Tankeren. En dat was in maart dit jaar te lezen in Adformatie. Klopt het eigenlijk wel wat Koen zei? Dat was in maart namelijk misschien het geval. We gaan kijken of jullie je allemaal hebben bewezen in deze coronatijd. Het vak bewijst zich. Klopt dat ja of nee? En als het al zo is, als we allemaal zo mooi het vak op de kaart hebben gezet, wat kopen we er dan voor als de economie straks klappen krijgt? Geachte leden van de Utrechtse Communicatiekring, welkom. Fijn dat je kijkt, luistert en hopelijk ook meedoet met de chat. Mijn naam is Elisabeth van der Hoogen en het komende uur ben ik jullie gespreksleider. Mijn chatmaster is weer Raymond de Jong. Raymond, wat goed om je te zien en hopelijk ook te zien en te horen straks in deze uitzending. Het zou zomaar kunnen dat er al wat vragen of opmerkingen via de chat zijn binnengekomen. Nou ja, zeker zijn er heel veel, goedenavond trouwens, zeker zijn er heel veel opnamen heel veel opmerkingen wel gedaan al in de chat. Met name om ons succes te wensen hier in de studio. We zitten trouwens ook in een hele nieuwe studio, hè, hier in Utrecht bij AVEX. Heb je er niks over gezegd, Elisabeth, maar hoe ziet het er bij jou om je heen uit? Want het is ook nieuw, want er is heel hard gewerkt de afgelopen weken aan deze studio. En daarom zie je ook wat andere plaatjes op de achtergrond. En heeft trouwens ook Bianca Spierenburg heel hard aan gewerkt. Maar nogmaals, wordt heel veel in het chat al gezegd, geschreven. En je kan natuurlijk op Twitter daar ook opmerkingen plaatsen. Hashtag KringUZK is de hashtag daar. Dankjewel. Nou, een presentator krijgt nooit een vraag als het goed is, maar ik wil hem toch beantwoorden. Het ziet er hier prachtig uit, Raymond. Complimenten voor de mensen van AVEX voor deze prachtige nieuwe studio. En dank dat we hier te gast mogen zijn. Over gasten gesproken. Ik heb er twee hier aan tafel. Hartstikke fijn dat jullie er zijn, dames. Ik heb twee gasten ook online. En hopelijk hebben we een mooi gesprek over de positie van de communicatieprofessional. Mag ik mijn twee gasten aan tafel, Esther Bunnik en Iris Reschef, vragen om zich voor te stellen? Iris. Ja, mijn naam is Iris Reschef en ik ben directeur communicatie bij NS. Welkom. Ja, Esther Bunnik, hoofdcommunicatie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De NS en de VNG hier aan tafel. Online te gast Karel Winkelaar en Minke Jonker. Minke, mag ik jou vragen je voor te stellen? Natuurlijk, dankjewel. Minke Jonker, ik ben manager communicatie en public affairs bij KVK, Kamer van Koophandel. Fijn dat je er bent ook. Karel. Ik ben Karel Winkelaar, zelfstandig strategisch adviseur, docent bij RZM. En mijn missie is communicatie mensen op een strategische positie te brengen. Dus daar heb ik van het ook. Heb ik ook een boek over geschreven. Je hebt er ook nog een boek over geschreven, De Communicatieadviseur. Karel, ook fijn dat je vanavond mee wilt praten. Graag van jullie alle vier een korte reactie op mijn stelling. Mijn positie als communicatieprofessional is de afgelopen tijd
steviger geworden. Iris Rechef. Ik denk per definitie dat een crisis het moment is waarop je als communicatieadviseur naar voren moet stappen, inderdaad. Ja. En is jouw positie steviger geworden? Ja, de positie van de afdeling communicatie is sowieso bij NS goed. Maar ik denk dat de aandacht voor communicatie alleen maar meer is geworden de afgelopen tijd. Oké. Okay. Is jouw positie steviger geworden, Esther Bunnik? Ja, ik ben het wel met Iris eens. We hadden best een goede positie en dat hebben we ook al waargemaakt. En ik weet van onderzoek van Renate Verloop onder gemeenten dat ook 2/3 van de gemeentelijke communicatiemensen het gevoel heeft dat ze het goed hebben gedaan en dat ze beter op de kaart staan. Dus dat vind ik een heel mooi resultaat. Ja. Oké, okay, dankjewel. Jullie blijven wat bescheiden, praten in we. Wie weet kan ik wat meer zelfbewustzijn nog bij Minke. Minke, jouw persoonlijke positie? Nou, ja, ik voel me uitgedaagd nu. Maar ja, ik merk wel dat de positie zowel van mijn team als van mijzelf steviger is geworden. In die zin sluit ik ook wel aan op mijn voorgangsters. Dus misschien een beetje saai, maar het is wel waar. In tijden van crisis merk je toch dat de hoofden wel makkelijk ook draaien naar een communicatieafdeling. En dat hoort ook zo te zijn, want als het goed is, weten wij ook heel goed wat we dan moeten doen. En schieten wij toch in een stand die op andere afdelingen wat minder vlot ziet. We geven tegengas, we gaan erboven hangen, we gaan het analytisch aanpakken. Maar vooral ook proberen wij in ieder geval rust, reinheid en regelmaat uit te stralen. En we weten wat we doen. En zelfs als we het op fronten niet helemaal weten, zijn we ook niet bang om dat eerlijk uit te spreken, maar gaan we toch aan de hand van onze analyse de beste weg vinden. En als je dat doet, dan denk ik dat je erin slaagt om niet alleen je eigen positie te verstevigen, maar ook die van je team. En nou ja, dat heb ik in ieder geval in deze crisis heel erg ervaren. Ook simpelweg omdat het de crisis was te heftig en te complex, duurde ook te lang om het maar op 1 of 2 spelers te laten hangen. En in die zin was het ook echt een kans, vond ik, voor het hele communicatieteam om ons in de volle breedte te laten zien. En dat hebben wij dan ook in ieder geval gedaan. Dankjewel. Ik hoor graag straks wat meer, Minke Jonker, over de prestaties bij de Kamer van Koophandel. Karel Winkelaar, ik vroeg om een kort antwoord. Wie weet, kun je het kort doen? Heb je een stevige positie gekregen? Heel kort, ik heb geen positie, dus wat dat betreft ben ik gauw klaar. En wat ik wel kan melden is dat, doordat mensen weten dat ik in de communicatie zit, veel vragen krijg van hoe doen jullie dat en hoe is Rutte gebriefd bijvoorbeeld. Dus het is wel een gespreksonderwerp, dat wel. Oké, dankjewel. Communicatie scoort in ieder geval. En ik was benieuwd, ik heb nog een tweede vraag voor jullie, alle vier. Ook graag een wat kort antwoord. Van welke prestaties, communicatieprestaties, ben je onder de indruk geraakt? Binnen je eigen organisatie of binnen een andere organisatie? Hier, Esther. Nou ja, sowieso ook wel van mijn eigen afdeling, wat we tot stand hebben gebracht in die crisisperiode. Dus ik sluit me ook wel aan bij hoe Minke dat heel mooi omschreef. Maar ik was ook erg onder de indruk van het Nationaal Kenniscentrum Crisiscommunicatie, die eigenlijk normaal een beetje een slapend bestaan leidt, maar tot leven komt bij grote landelijke crisissen. Mm-hmm. En ze hebben ongelooflijk veel gedaan in de landelijke communicatie, de hele coronacampagne, maar ook in het ondersteunen van ons als gemeentelijke overheid. En ja, ze waren snel, zichtbaar, toegankelijk. En ja, dus daar heb ik heel veel bewondering voor gehad. Ja. Oké, okay, dankjewel. Ja. Bewondering van Iris, voor wie of wat in deze tijd? Ik vond dat de Rijksoverheid het breed gewoon echt knap gedaan heeft. Dus wel echt een ingewikkelde crisis die er zo op je afkomt. En ze hebben dat toch met Rutte bijvoorbeeld echt een goede cadans in gebracht. Met elke week een persconferentie. En dat vond ik wel heel knap. De Q&A's altijd na afloop daarvan die klaar waren voor iedereen. Wij als organisatie die verbonden waren aan het ministerie werden goed van tevoren geïnformeerd over het timing wat er naar buiten kwam. Nou, dat is een enorme operatie. Dus het vast achteraf dingen zijn gegaan die je anders zou doen. Maar ik vind dat wel echt heel knap. Ja. Wat had er anders? Ik kom straks bij mijn online gast hoor. Maar persconferentie van Rutte. De volgende dag moeten de gemeente aan de bak, Esther. Ja. Hadden jullie een keurige Q&A gekregen? Of moest je het toch zelf wel? Ja, nou ja, de VNG wordt sowieso als belangenbehartiger, zeg maar namens alle gemeenten ook van tevoren vaak wel gebriefd en meegenomen in het pad. Dus wat op een persconferentie wordt verteld is dan vaak bij ons al wel bekend. Dus we werden heel goed meegenomen. Ja, wat had er anders gemoeten? Die hele GIP4-situatie met de veiligheidsregio's, dat was natuurlijk iets nieuws. En veiligheidsregio's zijn er eigenlijk voor veel kortere rampen, incidenten en ook niet voor, of tenminste nooit eerder voor zoiets als dit. En
ik denk wel dat dat een ingewikkelde structuur is geweest. Ook voor het gewone publiek om te snappen van hoe werkt dat dan. Hè? Zo'n Hubert Bruls als voorzitter van het Veiligheidsberaad, de superburgemeester. Dus ik denk dat het best wel ingewikkeld is geweest. Maar ja, ik geloof toch wel dat daar heel duidelijk en helder over gecommuniceerd is. Ja, mooi. Dankjewel, dankjewel. Karel Winkelaar, mooie prestaties op communicatiegebied afgelopen tijd. Ja, weet je, het is zeldzaam dat in een paar dagen het gedrag zo wordt beïnvloed. Dat je van door een paar communicatieuitingen, gezag, urgency en communicatie, ineens geen handen meer geeft, anderhalve meter afstand houdt, thuis gaat werken, het openbaar vervoer mijt. Ik heb het al nooit gezien dat zo snel de communicatie invloed had op het gedrag van mensen. We hebben natuurlijk ook de urgency begrepen. Er is ook een dialoog geweest, je kon ook niet meepraten of het 1,30 meter of 1,70 meter mocht worden. Het was gewoon 1,50 meter. En we hebben braaf gevolgd wat ons is opgedragen. Dus er is ook nog wel eens wat voor te zeggen, Karel, om die dialoog heel even soms opzij te zetten. Ja, kijk, crisiscommunicatie, Iris zei het al. Dat is het moment voor communicatiemensen om te shinen. Dit is echt het moment dat je kunt laten zien wat je in je mars hebt. En dat hebben we laten zien. Dus ik vind ook dat vanuit Den Haag de overheid voortreffelijk heeft gedaan. Maar goed, het is nu juli, hè? Dus we gaan straks even kijken van hoe het nu gaat. En we zijn iets verder dan 16 maart. Toen sprak van Rutte, die dat toen uitmuntend met dilemma logica deed, om uit te leggen. Er zijn drie scenario's die ik kan voorleggen. En dat hebben we allemaal ontzettend goed begrepen. Ik mag weer zeggen, hoop ik, want ik hoop dat iedereen dat zo heeft gevoeld. Zo heeft ervaren. Dankjewel, Karel. Minke Jonker, wie heb jij zien shinen, zoals Karel zo mooi zegt? Eigenlijk had ik ook het NKC op mijn lijstje staan, maar die is nu al 3 keer genoemd, dus laat ik dat maar even niet doen. Ik zat wel even te denken van als ik het nu even in een andere hoek zoek, wat viel me nou op? Ik moest ineens denken aan dat spotje van Heineken, dat is een hele andere hoek, dat is meer marketingcommunicatie natuurlijk, reclame, maar ik vond dat spotje zo treffend en zo hoopgevend en zo herkenbaar met dat gedoe met omvallende laptops en proberen digitaal te borrelen en zo en toch op die manier te zoeken naar sociale cohesie, wat we toch allemaal als mensen nodig hebben, als sociale wezens. En dat vond ik eigenlijk toch ook wel een hele knappe prestatie eigenlijk. Dus ik zocht hem eventjes in een andere hoek, om er eens even wat een ander kleurtje tegenaan te gooien. Altijd welkom, dankjewel voor de afwisseling. Commercials te noemen, want dat is inderdaad die inhaak, was verschrikkelijk leuk. En die filmpjes van KPN die zijn natuurlijk hilarisch, van dat thuiswerken. En ook wat je nu ziet, beter horen ineens, die afstand tussen mensen. Dus die inhaak is heel erg terecht dat je dat zegt. Oké, er valt gelukkig ook wat te lachen. Dankjewel in ieder geval. Raymond, valt er wat te lachen op de chat? Ja, zeker, er valt heel veel te lachen op de chat. Want als je kijkt naar Machteld Kooi, ook bekend als presentatrice van deze programma's, die gaat terug tot de jaren 50. En ze dacht aan Dr. Spock. Het ging over rust, reinheid en regelmaat. Zij zegt, moet het communicatievak daardoor gewoon niet opnieuw uitgevonden worden met nieuwe middelen? Ik denk een leuke vraag ook, want ik heb er nog meer, maar aan Karel Winkelaar. Want is het vak nu volwassen genoeg of moet het opnieuw uitgevonden worden? Ja, weet je, Raymond, het is crisiscommunicatie. Het is toch wel een andere situatie dan de normale gang van zaken. Hè? Weet je, het gaat ergens over. En heel vaak gaat communicatie, sorry dat ik het zeg, collega's, over bijna niks. Dus dan moeten we zoeken naar boodschappen die dan toch wel gelezen moeten worden. Ja, reageer. Maar nu ging het ergens over. Het ging mensen aan. Je was onzeker, je had angst, je moest hoe je om moest gaan. En dat is natuurlijk een heel totaal iets anders dan zeg maar, de reguliere communicatie bij windstilte. Dankjewel, ja. Karel. Dus of het opnieuw moet uitgevonden, ik denk het niet. Het ging ergens over en dat was... Nou, ik heb nog even één vraag aan Minke uit de chat die nog eventjes belangrijk is. Hoe breng je in de praktijk, dat is vraag aan Minke, hoe breng je in de praktijk dat niet alleen jezelf, maar eigenlijk je hele afdeling gaat shinen? Dus intern in positie brengen heet het dan, want we hebben natuurlijk mensen hier die aan het communicatievak leidingen geven in grote organisaties. Maar hoe breng je eigenlijk de hele afdeling met elkaar in positie? Hoe doe je dat?
Minke. Nou ja, ik doe dat eigenlijk door mensen ook letterlijk ergens aan te laten schuiven, in plaats van het altijd eerst zelf te doen. Ik heb die neiging wel overigens, moet ik heel eerlijk bekennen, dat als er iets begint, dat je dan denkt, oh, ik zet wel even de lijnen uit. Maar daarmee maai je eigenlijk ook meteen het gras voor de voeten van je collega's uit je team weg. Ik vertrouw op mijn collega's. Ik heb een heel stevig communicatieteam met professionals die echt weten wat ze doen. En dan is het vertrouwen geven. En op het moment dat die crisis dan begint, en bij ons begon dat vrij vroeg, omdat we op een regionaal kantoor iemand op bezoek hadden gehad met het virus. En dan kun je ervoor kiezen, hè, op die vrijdagavond. Van ga ik zelf naar kantoor met de voorzitter van de raad van bestuur? Of ga ik iemand anders dit laten doen uit mijn team? Omdat ik al een beetje voorzag, dit gaat langer duren. En als ik het karretje helemaal in mijn eentje uit de modder wil gaan trekken, dan doe ik mezelf daar geen plezier mee. Want mijn elastiekje gaat natuurlijk ook maar tot een zekere hoogte mee. Maar ook haal ik daar eigenlijk alle wind uit de zeilen van mijn teamleden. Dus ik heb daarvoor gekozen om toen meteen naar de achtergrond te zakken en op andere momenten in te springen. Want die momenten die zijn er toch altijd wel. En dan heb je veel meer een breed draagvlak van mensen uit jouw team die al vanaf het allereerste begin betrokken zijn. En dat bleken we ontzettend nodig te hebben, omdat het zo vreselijk lang ging duren dat we ook echt met split operations moesten gaan werken en met piketdienst. En dan is het wel heel fijn als jij niet als grote roerganger eerst het hele clubje nog eens een keertje moet uitleggen waar je allemaal precies staat op al die verschillende onderdelen. Dankjewel, terug naar de tafel. Dankjewel Minke ook voor de mooie uitleg. Hoe laat je je team shinen, maar wel met het oog op de bal natuurlijk. Laten we eerst eens even kijken naar een filmpje. Hanneke Koppers hebben we gevraagd om wat vragen te beantwoorden op een zelfgemaakt filmpje. Zij is directeur van het communicatie-expertisecentrum van de TU Eindhoven. En eerst dus het antwoord op de vraag of de positie van communicatie binnen de TU Eindhoven steviger is geworden. De communicatieafdeling van de Technische Universiteit Eindhoven stond er al goed op, maar door deze crisis hebben we wel echt onze toegevoegde waarde zichtbaar kunnen maken. En dat is een groot goed. Onze kernwaarden zijn open, persoonlijk en betrokken en dat hebben we ook echt in communicatie kunnen laten zien. Open communicatie, alle studenten en docenten, wetenschappers krijgen allemaal dezelfde informatie. Via webcare krijgt iedereen persoonlijk antwoord. We helpen ons college van bestuur om betrokkenheid te tonen. En zo hebben we kunnen laten zien dat communicatie echt in deze periode iets toevoegt. Ook in onze marketingactiviteiten naar studenten en naar wetenschappers hebben we nieuwe vormen moeten laten zien, hebben we snel laten zien. Dus ik denk dat we hiermee de positie die we in de boardroom hadden aantoonbaar hebben gemaakt dat we die verdiend hebben. Aldus Hanneke Koppers, TU Eindhoven. Iris en Esther, wat is jullie eerste reactie op dit filmpje? Herkenbaar? Ja, herkenbaar. En vooral ook dat je inderdaad weer nieuwe dingen moet gaan ontwikkelen. Volgens mij de grootste valkuil is dat je jezelf opsluit en dat je heel erg goed gaat nadenken en dagen gaat werken aan een plan. En je moet ook gewoon maar beginnen. En ik denk dat wij redelijk snel gewoon zijn gestart met bijvoorbeeld een intern journaal. En wij hebben meer dan 20.000 medewerkers. En daar hadden we allemaal middelen voor. En daar kwamen ook al veel tegen, hè, want mensen kwamen op standplaatsen. Dus dat zijn op stations waren gewoon locaties waar mensen gingen lunchen, waar ze elkaar tegenkwamen. Waar we met mogelijkheden hadden om in contact te komen met collega's. En dat viel op een groot gedeelte weg. En normaal zou je dan bijvoorbeeld als je een nieuw instrument zou ontwikkelen, zoals een intern journaal, dat zou je dan heel gaan pretesten en gaan oefenen. En wij zijn gewoon bronnen. En ik denk dat dat wel weer het leuke is aan zo'n tijd. Dat je ook gewoon dus wel dat lef hebt om gewoon aan de gang te gaan. En dat helpt denk ik ook dat je namelijk als je aan tafel zit bij de Raad van Bestuur ook gelijk kunt laten zien wat je aan het doen bent. En gelijk stappen vooruit zet. In plaats van dat je wacht tot je een opdracht krijgt. Ja, nou misschien moet je wel laten zien, ja, dit is nog wel in de testfase eigenlijk. Normaal zou het niet door de test zijn gekomen. Nou, het grappige is dat als je soms gewoon begint dat het eigenlijk prima is. Ja. Dat was eigenlijk bij ons de ervaring. Het is eigenlijk hartstikke leuk en hartstikke goed. En misschien niet perfect, maar dat maakt ook niet uit. In het begin was voor iedereen het een beetje zoeken van hoe doen we dit nou met elkaar. De tolerantie is ook groter, hè, intern voor de communicatie. Dus mensen zijn ook iets gemakkelijker, iets minder hard in hun oordeel intern. Ja, en ik vind het juist heel leuk dat interne communicatie, hè, wat toch altijd een beetje voor lief wordt genomen. Wat niet heel erg spannend en sexy is vaak op een communicatieafdeling. Dat het nu zo ontzettend zichzelf heeft kunnen laten zien. En wij hebben inderdaad normaal ook, hè, eens in de twee weken, dat onze plaatsvervangende algemeen directeur in zeepkist beneden in de hal. Nou, we zijn met 800-900 man in Den Haag, die zijn daar nooit allemaal.
Maar bij de online zeepkisten, die we gelijk elke week zijn gaan houden, waren er 400, 500, 600 kijkers elke week weer dat ene half uurtje. En ik vind het heel mooi als ook een directeur daar kan gaan staan en kan zeggen, nou, ik sta hier in een heel leeg kantoor, want we hebben gisteren het kantoor dichtgegooid. Mm. En ik vind dat nogal wat. En dat, dat werd als heel waardevol ervaren. Ja. Ja, zichtbaar maken, dat is al een punt. Nieuwe vormen bedenken, snel met iets komen, gewoon maar beginnen. Niet te verlegen en dat heeft heel goed gewerkt. Dat heeft ook zelfvertrouwen gegeven, denk ik, aan veel communicatiemensen. Ja. Oké. Een boost, een trots. Hoe zit dat bij de Kamer van Koophandel? Kun je iets vertellen, Minke, over de trots bij de medewerkers? Dat ze misschien dingen zijn gaan doen die ze van zichzelf niet hadden gehoord? Ja, zeker. Ik herken ook wel veel in wat Iris en Esther ook al zeiden. Dat je gedwongen wordt om dingen wat sneller op te tuigen. En een van de voorbeelden bij ons is het coronaloket. Wat we echt, in een paar uur hebben we dat eigenlijk uit de grond gestampt. Op het moment dat bleek dat deze crisis toch wel behoorlijke impact had. Dachten wij natuurlijk meteen mee met EZK. Van het ministerie van Economische Zaken. Die ondernemers, die hebben natuurlijk acuut iets nodig waar ze terecht kunnen. En bij KVK zitten heel veel mensen die het heel erg goed willen doen. En dat heeft heel veel voordelen, namelijk dat we heel mooi werk leveren vaak, maar het duurt soms ook al wat lang. Maar daar hadden we nu geen tijd voor. Dus in no time hadden we eigenlijk dat loket opgetuigd. En zaten de adviseurs klaar en konden die adviseurs eigenlijk doen wat ze het liefste doen, namelijk die ondernemers helpen. En dat heeft denk ik wel echt iets gedaan voor de interne trots van de hele organisatie. Van joh, dit kunnen wij gewoon. Want we hadden daar verschillende afdelingen voor nodig. Want dat deed ik niet in mijn eentje. Maar er was ook de afdeling waar die adviseurs zitten was erbij betrokken. Noem het maar op. Ja, en dat deed wel wat. Oké, dat geeft een trots en een boost. Geeft het ook het besef, we kunnen ook best wel eens wat sneller werken dan we deden voorheen. En wat wendbaarder worden. Ja, onder druk wordt alles vloeibaar, toch? Ja. Kun je daar toch iets over vertellen? Van, het blijkt wel degelijk dat we processen kunnen versnellen. Jazeker, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar wat succesvolle teams vaak succesvol maakt, is ook dat er echt iets overwonnen moet worden. Ik heb ooit een keer een anekdote van iemand gehoord en die zei van als je kijkt naar de Suskes en Wiskes, dan zie je een team met heel veel verschillende leden en die worden altijd naar een tijd getransporteerd en daar is iets aan de hand wat ze moeten overwinnen. Er is niks aan als ze in de tijd van de dino's komen en alles is hunkerdory, dan kunnen ze namelijk weer terug. Dus dan ben je klaar. Dus er moet iets overwonnen worden. Er moet in de strategisch management noem je het geloof ik de BHAG, de Big Hairy Audacious Goal. Maar zoiets moet er zijn. En dat was hier. Dus er was een urgentie en het was belangrijk en we moesten het samen doen. En dat samen was ook, vond ik ook een hele belangrijke component erin. Want we hadden geen tijd meer, we hadden geen luxe meer om nog eens een beetje te gaan zitten harrewarren van wie is nou eigenlijk waarvan. Nee, we moesten gewoon door, we moesten leveren. Dat maakte ook dat je ineens over jezelf heen kan stappen. En niet ik alleen, hoor, maar ook anderen, zeg maar. Oké, dank je. Dus dan ga je het samen doen. Dankjewel, Karel. Ik kom straks bij jou. Hou vast. Oké. Dankjewel, Minken, namelijk. Want ik zit nu te denken, het is mooi om te merken dat je met z'n allen heel veel kunt verstouwen en kunt vernieuwen en versnellen. Mm-hmm. In hoeverre hebben jullie ook erkenning gekregen van de directie daarvoor? Want als je praat over, heb ik een stevige positie gekregen? Ja, ik kan mezelf heel wat verbeelden misschien. Ik zit steviger in het zadel. Maar het is natuurlijk wel fijn als ik dat ook nog ergens anders denk dat erkennen ook zit in het feit dat je de positie aan tafel krijgt. Dus helemaal in het begin van de crisis zat onze raad van bestuur elke dag even bij elkaar. En zat ik daarbij vanuit communicatie. Mm-hmm. En communicatie stond ook op de agenda. Dus de erkenning zit hem niet in het feit of je nou wel of niet een bos bloemen hebt gekregen. Het zit in dat zij het belang daarvan zien, het op de agenda zien, op willen zetten. En ook op de agenda willen laten komen. En ik denk inderdaad, wat Minke net zei, er zaten voor heel veel bedrijven een aantal enorme opgaven. Als je nou kijkt naar NS bijvoorbeeld, je hebt een hele operationele opgave. De treinen waren opeens leeg, de stations waren leeg, collega's maakten zich zorgen. Dat op zich is al een enorme communicatietaak.
Daarbij hadden we nog een financiële opgave. Een besparingstraject dat eraan komt. Er kwam helemaal geen geld meer binnen. We gingen ervan uit dat we een paar honderd miljoen zouden verdienen. We komen op een verlies van 1 miljard dit jaar. Ja. Dus dat is op zich, los daarvan, zou het ook al een traject zijn waar heel veel mensen jaren mee bezig zijn. En de derde, dat is ook nog wel een interessante, waar we in de communicatie natuurlijk een belangrijke rol in spelen, is we kwamen ook met elkaar een soort nieuwe werkelijkheid. Een nieuwe manier van werken, waarin iedereen toch op zoek was naar hoe blijf ik nou in contact als leidinggevende met mijn team? Hoe hou ik nou verbinding met mijn mensen? En hoe hou ik ook de mensen nou verbonden aan mijn organisatie? Dus dat zijn denk ik wel drie grote uitdagingen waar wij als communicatie een rol pakken. En ik denk dat die uitdagingen voor alle bedrijven ongeveer hetzelfde zijn geweest. Dus wat doet het met je primaire producten en je processen? Wat doet het met je bedrijfsvoering, met de financiële kant? En wat doet het met de menskant van je bedrijf? Ja, maar er waren dus ook duidelijke opdrachten vanuit de directie. Duidelijke opgaven. Ja, maar die hebben wij zelf geformuleerd. Hè? Ja, dus we hebben zelf ook een analyse gemaakt van wat zijn nou de belangrijkste dingen die op ons afkomen. En in het begin is het natuurlijk heel erg de hele operationele kant. Hè? Dus de intelligente lockdown wordt afgekondigd. Wat betekent dat? En op een gegeven moment werd het heel duidelijk dat er een enorme financiële component natuurlijk aan zat. In het begin hadden we dat eigenlijk nog niet zo heel erg door. En we hadden wel een aantal scenario's, maar die waren nog niet helemaal zo zwart als dat ze nu zijn. Dankjewel. De communicatieopdrachten vanuit de directie of die jij aan de directie geeft, hoe zat dat bij de VNG? We hebben eigenlijk vanaf het begin af aan een crisismanagementteam in het leven geroepen. Eigenlijk al vanaf, volgens mij, vanaf half februari al. Dus al wel een aantal weken voordat de lockdown kwam. Plaatsvangt de algemeen directeur hoofdbedrijfsvoering en ikzelf. We hebben wel snel gezegd dat gaat vooral over de organisatie en hoe wij met elkaar gaan werken. En daarnaast was er een beleidsteam van inhoudelijke mensen die vooral keken welke vragen stellen gemeenten ons. Wat gaan wij doen, wat moeten we leveren aan gemeenten, waar hebben zij mee te maken? En welke onderwerpen gaan we dus ook hier bij het Rijk neerleggen, waarover overleggen wij met VWS, met SZW. Ja, want veel van de dingen die daar werden bedacht, de TOZO-regeling bijvoorbeeld, de uitvoering daarvan ligt bij gemeenten. Dus er zat een hele grote inhoudelijke opdracht waar we aan moesten werken, maar ook aan onze eigen organisatie. Maar we hebben het eigenlijk, het was gewoon eigenlijk per direct heel snel goed geregeld. En ik denk dat wij geluk hebben gehad dat we de afgelopen 2 jaar gewoon heel veel ontwikkeld hebben in onze systemen. Ook ons online platform, de fora, magazine wat al gesteld was. Dat we eigenlijk gewoon ook wel klaar waren voor de crisis. Voor de crisis. Dat durf ik wel te zeggen, ja. Ja. Ja, en toch vond ik het wel ingewikkeld, want het is een crisis. Achteraf zagen we hem allemaal aankomen en toch overviel die ons. Uiteraard. Toch? Ja. Dus wij hebben op 27 februari hadden wij de presentatie van onze jaarcijfers. En er stond een grote persconferentie, de hele Nederlandse pers was er. Iedereen blij, want we hadden de hoogste klanttevredenheid ooit. De reputatie stond op een ultimate high. We hadden nog nooit zoveel reizigers gehad. De financiën stonden er goed voor. En precies op die dag kwam het persbericht van de Rijksoverheid dat de eerste coronabesmetting was in Nederland. En toen hadden we wel door dat het niet helemaal goed was natuurlijk, maar niet dat de impact zo groot zou zijn dat binnen 2 weken gewoon de treinen helemaal leeg zouden zijn. Ja. Gewoon niks. Wij gingen van 1,3 miljoen reizigers naar net iets meer, gewoon 110.000. Nou, dat was echt ongelooflijk. Ja. 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 En dat is het gekke. Ik vind mezelf niet echt een expert op het gebied van crisiscommunicatie, maar ik heb echt wel wat ervaring met crisiscommunicatie. En ik word ook veel getraind, ik word veel geoefend en heel veel verschillende scenario's. Maar als je een half jaar geleden tegen mij had gezegd, joh, wil je oefenen op een treinongeluk, een terreuraanslag of een pandemie, had ik nooit voor een pandemie gekozen. Dus op een of andere manier is dat ook de crisis die ik ook gewoon niet helemaal nog voor me zag. Ook en ik denk dat veel mensen dat hadden, ook communicatieprofessionals. Ja. Karel, wat zit je te lachen? Nou ja, dus allereerst ben ik onder de indruk van de drie verhalen. Van hoe het is gegaan, die drie organisaties. En als je nou voorbeelden wil hebben van strategische communicatie, in dit geval in een crisissituatie, dan zijn dit echt sprekende voorbeelden, echt indrukwekkend. Ja, een crisis is altijd onverwacht, Iris. Dus dat, dat kom je niet aan. Dat is de definitie van een crisis. Ja, weet je, het dat samen in zo'n team hiermee aan de slag, dat is natuurlijk ook fantastisch. Je hoeft niet meer te gaan wild water varen om een teamgeest te kweken. Je moet gewoon zo'n crisis hebben met elkaar. Maar wat ik hoop, is dat directies, ik weet niet hoeveel opdrachtgevers er meekijken vanavond, maar ik hoop dat opdrachtgevers de ogen open zijn gegaan van wat wij allemaal kunnen. He, dus dat we veel meer kunnen dan zeg maar, de reguliere communicatie, maar dat we echt in staat zijn om in dit soort situaties
echt te presteren, strategisch te presteren. Dat vind ik het meest indrukwekkend. Dankjewel. De ogen zijn hopelijk geopend bij directies, zegt Karel Winkelaar. Ik hoop het, ja. Dankjewel. Raymond, hoe is het op de chat? Ja, op de chat gaat maar door. Er komen heel veel vragen binnen. We kunnen natuurlijk niet alles hier gaan behandelen. Maar we hebben zeker straks ook wel na 9 uur nog tijd bij de borrel om samen nog eventjes terug te blikken op alle vragen die gesteld zijn. Er zijn heel veel vragen. Ik kan ze niet allemaal laten stellen. Maar ik heb in ieder geval, denk ik, een hele goede vraag ook voor... Ik denk dat het meer voor Esther is. Want Twan Timmermans, die vraagt van een succesdingetje, is natuurlijk van dat gemeentes allemaal stedenbouwkundigen hebben. Ze hebben juristen, sociaal werkers in dienst. Maar waar zitten eigenlijk de gedragsdeskundigen die vertellen over hoe je mensen op het juiste stand krijgt? Waar zitten die vooral? Bij communicatie of elders in de organisatie, bij gemeentes? Die zitten bij grote gemeenten. Denk ik wel bij de communicatieafdeling. Maar bij middelgrote kleine gemeenten zijn die helemaal niet aanwezig. En daar wordt gewoon knetterhard gewerkt. Vaak in relatief kleine afdelingen die veel in de lucht moeten houden. Die een bestuur, een college van burgemeester en wethouders moeten adviseren. En gemeentesecretaris en directeuren. En tegelijkertijd in de uitvoering naar inwoners en instellingen en bedrijven heel veel moeten doen. En onderzoek, gedragsdeskundigen, nee, dat wordt ad hoc wel eens binnengehaald. En er wordt wel eens een seminar, een cursus, een training gevolgd. Mm-hmm. Maar voor dat soort dingen, ik denk dat de 10 grootste gemeenten dat misschien in huis hebben. En kunnen ze dan ook wel terugvallen op de kleinere gemeentes? Want je hebt in Utrecht natuurlijk samenwerking tussen U10 en U16 gemeentes. Maar kunnen ze terugvallen als je een kleine gemeente bent? Renswoude, ik noem maar even een kleintje. Kun je dan terugvallen op een Utrecht? Nou, volgens mij zijn die verbindingen niet zo heel erg sterk. Dat zou wel moeten. Het is ook wel een van mijn ambities vanuit de VNG om te kijken of ik die communicatieafdelingen bij die gemeenten, en dan niet alleen de grote gemeenten, maar vooral ook klein en middelgroot, of we die meer kunnen verbinden, meer een community van kunnen maken, meer kunnen laten delen. We hebben wel, moet ik zeggen, een communicatieplatform voor gemeentelijke mensen waar waanzinnig veel mensen lid van zijn, waar heel veel wordt uitgewisseld. Ja. Maar het is, ik geloof niet dat het zo is dat alle communicatiemensen tijd hebben om echt hun netwerk met collega's in stand te houden. Nee, was het maar waar. Ja. Maar ik zie dat wel als een opdracht ook voor mij. Ja. Ja, wat ik het mooie vind, ik had wel eens contact met de woordvoerders of de communicatiedirecteuren van andere vervoerders. Maar niet heel veel, met sommigen wat meer dan anderen. Maar eigenlijk vanaf de start van de coronacrisis is er een soort ook een appgroepje begonnen met alle betrokkenen van de vervoerders, alle communicatieadviseurs van de vervoerders. Of een selectie van elke vervoerder. Waar gewoon best practices worden uitgewisseld. Waar we elkaar ook bijvoorbeeld helpen. Van, is er iemand die al nadenkt over de vormgeving van bestikkering op stations bijvoorbeeld. En dat we niet allemaal het wiel op met elkaar gaan uitvinden. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Ja. Die samenwerking was voorheen helemaal niet. Deed iedereen toch een beetje zijn eigen ding. Ja, dat heeft een boost gekregen. Dat ja, zeker. En Raymond, heb je toevallig nog één andere vraag? Nou, ik denk dat er nog wel een hele leuke vraag binnenkomt hier op de chat voor Iris. We hebben het natuurlijk over crisis gehad, het versnelt, het versterkt. Maar hoe hou je het vast? Het is een vraag van Guido Reinja. Ik ben even op zoek naar wat hij precies bedoelt met zijn vraag. Maar hoe hou je de crisis vast? Eigenlijk is dan de vraag van, wat neem je over na de crisis misschien wel? Of okay. Ja, de komende tijd. Wat een les voor mij persoonlijk is? Het grappige is, want ik schreef net ook op Karel had het over dat de ogen zijn geopend voor goede communicatie. Ik denk dat wij daar zelf echt een hele essentiële rol in spelen. En ik zeg wel eens tegen mijn eigen mensen, voor communicatieprofessionals zijn we best wel vaak niet zo heel goed in onze eigen PR. Hè, dus we zijn heel vaak bezig en dingen aan het doen, maar we zijn niet altijd even goed in het even rust pakken en even teruggeven wat we gedaan hebben voor een organisatie. Dat blijven doen. Inzichtelijk maken wat je doet en ook daaruit weer een vervolgopdracht voor jezelf formuleren. Ik denk dat ik dat voor mij nog wel even les dat we dat veel consequenter moeten doen. Ah, juist. Yeah. Ja, en Guido kennende, wat ik mooi vind aan Guido altijd, is dat hij heel erg bazaal denkt over het communicatievak. Hè? Je moet in de ogen van de ander kijken, in die schoenen gaan staan en met wie je wil communiceren. Het gaat erom, hoe kan ik die persoon raken? Wat is voor hem belangrijk? Wat snapt hij of zij? En ik denk wel, in een crisissituatie zijn dat kun je alleen maar basisvragen stellen en moet je direct to the point komen en prioriteren en zelfvertrouwen hebben. En ik hoop dat we dat mee gaan nemen of dat we dat vast gaan houden. Nou, en, ik denk, en ook gewoon je directie helpen het concreet te maken. Ik denk dat ze nu zien dat het belangrijk is om, bijvoorbeeld, wij hebben niet zo lang geleden aangekondigd dat wij 4,7 miljard verlies gaan leiden de komende jaren. Een enorm bedrag.
En heb ik dan met ons financieel directeur over gezegd, ik wil dat jij vooral veel bekend maakt dat het 4,7 miljard is. Dus oké, 4,7 miljard. Ja, want dan moeten mensen wel weten dat het 4,7 miljard is. En dan zei ik tegen hem, het zegt me eigenlijk niks. Een miljoen miljard, 100 miljoen miljard. Op een gegeven moment wordt het zo groot dat mensen het niet meer heel goed snappen. Ik voel het niet. Ik zei, wat is 4,7 miljard? En toen zei hij, Iris, dat zijn alle treinen die wij nu hebben en alle treinen die we al gekocht hebben. Nou, zegt misschien de gemiddelde kijker dat helemaal niks. Maar iedereen die bij NS werkt, denkt, zo, dat is heel veel geld. Dus wat denk ik de directie ook gezien heeft, is dat wij heel goed zijn in het helpen hen hun boodschap concreet te maken. En daardoor zorgen dat de impact ook groter is. Dank je. We kijken ook even, voordat ik naar mijn online gasten ga, naar een filmpje weer van Hanneke Koppers. Over hoe hou je nou het crisisgevoel vast. Niet zozeer het gevoel van crisis, maar het gevoel van tijdens de crisis. Dat je met z'n allen zoveel kunt. En hoe verzilver je dat? Toekomstbestendig. Ik ga er alles aan doen. We hebben onze interne communicatieplannen herschreven met de lessen van corona. Frequentie, consistentie, dat hebben we echt, nu nemen we mee post-corona. Maar ik heb ook tegen mijn mensen gezegd, blijf werken aan de eigen PR, de zichtbaarheid van de afdeling. De bijzondere dingen die we doen, uitlichten. Voor veel dingen ben je een hygiënefactor, dat is prima, maar daar waar je bijzonder bent, deel het ook. En ik merk ook wel aan de vragen die we krijgen en de dingen waar we voor worden ingeschakeld, dat men toch wat meer besef heeft van het belang van goede communicatie. Ja. Be good and tell it, Karel. Dat hoor ik. Ja, en duidelijkheid. Ik denk dat dat een van de grootste eye-openers ook voor mij was. Hoe duidelijk de communicatie was en ook hoe er een eenheid in beeld was. Buitenlanden zijn er al jaloers op, hè, hoe we het gedaan hebben. Hoe we dus in die communicatie naar klanten toe, bij winkels, op straat, met kleuren en pijlen en dingen. Het was allemaal één eenheid. En dat is waanzinnig, waanzinnig mooi gelukt. Dus be good and tell it. Maar hij is ingekort, hè, die stelling, namelijk be good. En ik heb hem ook al gelezen als be. Dus dan moet het eigenlijk voldoende zijn. Minke Jonker, wat haal jij uit het... Dankjewel, Karel. Minke, wat haal je uit het filmpje? Ja, ik zit nu ook een beetje in de hoek van de korte, krachtige Engelse termen. En eentje die bij mij oppopte is ook weer eentje van een tijdje geleden, voor de iets minder jeugdige kijkertjes onder ons. En dat is show, don't tell. En ik denk dat dat onder een crisis, in crisiscommunicatie kun je niet anders. Want je hebt gewoon heel weinig tijd om eerst alles eens lekker te gaan lopen vertellen en dan pas te laten zien. Maar ik denk dat dat communicatie mensen in zijn algemeenheid enorm helpt als we er minder over zouden praten. Dat is mijn persoonlijke opvatting. Maar gewoon laat het zien. En ook be bold and be brave. Stap er gewoon op af. Trek het naar je toe. Ga niet zitten wachten tot je een opdracht krijgt. Maar ook in aansluiting op wat Iris net aangaf. Ga zelf ook alvast eventjes bedenken van... Hey, wat komt er op ons af? Wat betekent dat nou eigenlijk? Als het een beetje goed is, weet je ook hoe je raad van bestuur er naar kijkt. Wat hun favoriete kleur is, wat hun taal is, waar hun stakeholders zitten, wat hun belangen zijn, wat hun meest geëigende weg is om dingen te gaan vertellen. Hoe je daar dan vanuit jouw professie een andere kleur aan kan geven, een andere duiding. Ik vond dat voorbeeld met die treinen heel mooi. Ik denk dat daar zit ook een stuk vakmanschap. Dat haal ik in meer of mindere mate ook uit het filmpje, maar ook wat de andere mensen eraan toegevoegd hebben. Dankjewel. Esther, jij zat driftig te pennen. Ja, ik zat wel te denken, in crisistijd is het relatief makkelijk om consistent en consequent te zijn in je communicatie. Hè? Omdat je heel gefocust bent met z'n allen. En wat wij heel erg merken nu al, is dat we in een communicatief heel lastige tijd nu aan het komen zijn. Hè? De crisis is er nog steeds. Maar de boodschappen zijn diffuser, zijn soms, als ik naar overheid kijk, soms zelfs een beetje tegengesteld. De inwoners, de bedrijven worden ongeduriger, gaan andere eisen stellen. Er worden al onderzoeken uitgevoerd naar hoe het eigenlijk allemaal is gegaan. Dat doet de pers natuurlijk heel erg goed. Er zijn ze ook voor, dat moet ook nu.
Maar dat maakt het inhoudelijk voor communicatiemensen wel voor de komende periode veel lastiger, denk ik, dan de afgelopen tijd. Ja, ik heb nog even een andere vraag voor je. Hoe houden we communicatie hoog in de boom, goed in het zadel? We hadden het al over de primaire dienstverlening, de primaire processen. Ja. Wat voor plek zal communicatie houden? Nu is het voor de meeste organisaties misschien zelfs wel van levensbelang, maar wordt communicatie ooit een primair proces bij organisaties waar je het niet zou verwachten? Ja, dat is voor mij misschien moeilijk te beantwoorden, want bij de VNG, kijk, de belangenbehartiging, platformfunctie, kennis delen, dat is een primaire taak van de VNG. Mm-hmm. Maar ik vind altijd wel, je moet proberen communicatie in het primaire proces te zetten. Hè. Niet te veel jezelf als bedrijfsvoeringstaak, als ICT, P&O en zo een beetje apart te laten zetten, met alle respect overigens voor die vakgebieden. Maar probeer als communicatie jezelf echt als onderdeel van het primair proces altijd neer te zetten. En dan ben je erbij en heb je positie. Ik weet niet hoe dat bij jullie... Iris, bij de NS? Ja, ik denk dat hetzelfde is. Of niet? Ja. Ja. Oké. Okay. Karel, mag ik jou vragen om nog een blik te werpen op die strategische rol van de communicatieadviseur in crisistijd? Zien we die een beetje of zijn we toch vooral druk met... Nou ja, het uitleggen van het een en het ander, interne communicatie, crisiscommunicatie? Nee, ik denk dat crisiscommunicatie per definitie op een strategisch niveau is. Daar ontkom je bijna niet aan. Hè, we hebben het al een paar keer gehad over het crisisteam. Nou, als je ziet, ik weet niet of iemand die handreiking heeft gezien, die ze hebben gegeven, waarin precies staat hoe je strategisch met woorden en beelden de communicatie pleegt. Het is werkelijk indrukwekkend. Tenminste, ik vind het heel... hele mooie leerstof om te zien. En ik denk dat we die strategische positie dan moeten houden. Want kijk, we zijn gekomen uit een tijd dat we bezig waren om participatie in de communicatie te brengen. De omgevingswet zit eraan te komen, we moesten alles in overleg doen. En pas ineens gaan we directief, ineens gaan we top-down weer communiceren. En dat hebben de mensen een hele tijd geaccepteerd. Ja. Maar je ziet dat diffuse communicatie waar Esther het over had. Je ziet niet alleen diffuse communicatie, maar je ziet ook protest, je ziet zet, je ziet polarisatie. Ja. Dus ik denk dat er een geweldige communicatietaak aan gaat komen voor ons. Mm. Om, terwijl de virus, de crisis is er nog. Het besmetting hebben we een beetje onder controle, maar het virus hebben we niet onder controle. Dus er gaan meer protesten komen, er komt meer verzet, er komt meer diffuse boodschappen. En ik denk dat we daar een hele belangrijke strategische positie moeten innemen en een hele strategische taak hebben. Oké, okay, ik leg hem even voor bij Iris. Er komt nog een flinke berg werk aan voor de strategische communicatie. Zeker. Ten eerste is deze crisis natuurlijk nog niet afgelopen. We hebben nog geen idee welke kant het op gaat. En wij komen nog met een hele financiële opgave waar we mee aan de slag moeten. Dus dit is nog lang niet klaar. Maar jullie krijgen ook reizigers die toch geen mondkapje willen dragen. En die... Bijvoorbeeld, of collega's die zich zorgen maken. Dus ik denk dat het helemaal niet het moment is om een stapje terug te gaan doen. Nee. En hoe, je zei al van we zijn bezig met eigen plannen maken. Ik neem mezelf ook voor om veel actiever op de havenkist te blijven zitten. Kun je toch iets zeggen over de plannen die je dan maakt om de directie in te laten zien dat jullie zo onmisbaar en belangrijk en nodig zijn? Ik maak niet plan omdat ik wil laten zien dat ik zo onmisbaar ben. Mm-hmm. Of onze afdeling. Ik maak plan om te laten zien dat we daarmee het goede voor ons bedrijf doen. En voor de mensen en voor de reizigers. Dus daar zijn we vooral heel druk mee. Mm-hmm. En die blijft gewoon toch elke keer terugkomen op die drie aandachtsgebieden. Namelijk, wat betekent het voor onze operatie? Hoe staan we er financieel voor? En wat betekent dat voor ons bedrijf en onze mensen? Waar ook echt mensen zich wel zorgen maken over de toekomst van NS. En hoe houden wij contact met elkaar? Want ik ben met Karel eens. Er is best veel communicatie wat nu heel directief is. En van bovenaf het wordt opgelegd. Maar ik geloof er wel in dat mensen moeten echt wel naar je willen luisteren. En daar moet je wel een soort van verbinding voor hebben met de persoon die met jou in gesprek is. Dus wij doen ook heel veel bijvoorbeeld aan iets wat zachtere kant met collega's in contact komen. Mm. Als je treinen leeg zijn en je stations zijn leeg, waar ben je dan trots op als NS'er? En daar proberen wij dan ook wel echt aandacht voor te geven in onze communicatie. Om daar dus mensen ook een positief gevoel over te geven en verbondenheid met NS te vergroten. Zodat je daarnaast ook eens wat hardere boodschappen mee kunt geven die ook over de financiële situatie gaan. Als wij alleen maar webinars organiseren over alleen de financiële situatie, dan raak je mensen ook op een gegeven moment kwijt. Je moest ze ook
stilstaan bij waar zij zorgen over hebben en tonen waar zij trots op zijn. Tot slot, want dan ga ik even naar, de andere gasten. Maar het terugwinnen van het vertrouwen van reizigers, dat vergt volgens mij heel veel innovatief denkwerk, of niet? En het is ook, het is mondjesmaat. Het ingewikkelde is, en dat heeft onze collega's ook echt wel, was heel begrijpelijk. Er werd op een gegeven moment gezegd, je mag gewoon eigenlijk niet meer met de trein, behalve als het noodzakelijk is. Wat wel een echt ingewikkelde boodschap is, want wat is dan noodzakelijk? Maar het was echt heel ingewikkeld om op een gegeven moment gewoon tegen mensen te zeggen, je mag eigenlijk gewoon niet met ons product. Waar we voor bestaan, dat is het bestaansrecht. En je ziet dus nu, wat ik wel mooi vind, dat heel veel collega's ook dus graag er een rol bij willen spelen om reizigers weer welkom te heten in de trein. Maar het vertrouwen terugwinnen van, het vertrouwen in de trein of in het openbaar vervoer terugkrijgen is wel echt een ingewikkelde. En dat gaat stapje voor stapje, waarbij we heel veel dingen natuurlijk helemaal niet in de hand hebben. Maakt dat ook nog lastig. Zeker, het is een langzaam ingroeien. Kijken of het goed gaat. En dat allemaal voor een dame die per 1 april... Per 1 april, Ik zit nog in mijn eerste 100 dagen. Het is toch ongekend, Iris? En aan de andere kant, ik ben wel iemand van maar gewoon doen. Dus je kunt er ook gelijk goed instappen. Maar ik ben niet even rustig begonnen met 10 kennismakingskoffietjes en wat dossiers inlezen, dat klopt. Raymond, hoe is het op de chat? Ja, het chat gaat heel goed. Er wordt heel veel gereageerd op gesprekken aan tafel. Daphna Holzer zegt bijvoorbeeld mooi die openhartigheid aan tafel, maar natuurlijk ook aan de gasten die online meedoen. Zij stelt ook gelijk een vraag aan Iris. Want het is een beetje ook het volgende onderwerp van jou, Elisabeth. Hoe gaat het straks als er ook minder mensen op de afdeling communicatie zullen zijn? Want baanverlies, je moet op de kosten gaan letten. Zullen mensen hun baan verliezen, ook minder mensen op communicatie. Hoe gaat NS Communicatie daarmee om? Wij hebben inderdaad aangegeven dat er een aantal banen gaan verdwijnen binnen NS. 2300 is nu het idee. En dat is wel het idee dat het met natuurlijk verloop gaat. We hebben ook een grote uitstroom van mensen, maar je krijgt op een gegeven moment inderdaad ook een mismatch. Er zijn nu nog gesprekken met de bonden en dus dat loopt, het hele traject loopt. Dus ik heb niet echt een target meegekregen, maar dat natuurlijk communicatie ook een target krijgt, dat lijkt me duidelijk. Want het gaat voor de hele breedte van de hele organisatie, zelf gaat het gelden dat er een besparingsopgave aankomt. En wij zijn nu met elkaar de discussie aan het voeren van wat zijn als we dan een x-percentage in moeten leveren, hoe gaan we dan terug naar de kerntaak? Waar zit wat ruimte? En vooral ook inzichtelijk maken, maar wat betekent dat dan? Want iedereen kan altijd met iets minder, maar daar zit er wel een consequentie aan. En dat is wel goed met elkaar dat te gaan verkennen. En daar zijn wij nu druk mee bezig. Bijvoorbeeld, je kunt naar je adviseurspool kijken. Je kiest altijd voor een bepaald ondersteuningsmodel. Misschien moeten we minder mensen gaan ondersteunen en meer mensen vragen om hun eigen communicatie te organiseren. En meer in de tooling gaan doen, bijvoorbeeld. Dus daar zijn wij nu druk mee bezig. Ik geloof namelijk wel dat het belangrijk is om zelf een plan te maken als communicatieafdeling. En niet te wachten tot iemand naar je toe komt en zegt, hier gaat de kaasschaaf overheen en we gaan het zo doen. Ik vind ook, wij zijn de experts op het gebied van communicatie. Ik vind het ook dat we ons zelf verplicht zijn om zelf met een plan te komen. Dat als er besparingen komen, dat wij ook aangeven hoe het dan moet. Want dat ze eraan komen is bij ons onvermijdelijk. En dan kun je maar beter proactief met een eigen plan komen. Ja. Absoluut. Ja, ik ga niet wachten tot iemand anders het bedenkt. Ik vind ook echt dat het dan aan de directeur communicatie en het MT communicatie is om daar met een voorstel voor te komen. Esther. Ja, wij zijn nog niet heel concreet daar echt naar aan het kijken. Want het gaat natuurlijk wel aankomen. Overal gaat het gewoon krapper en minder worden. Ja. En ik moet nu ook eventjes denken, ik weet niet of dat misschien al 15, 20 jaar oud is, van communicatie in het hart van het beleid. Ja, dat is Wallaag volgens mij, 2000. Hè? Ja. Friso Venema, directeur communicatie bij IMW, die maakte daar vorig jaar bij de Galjaardag, maakte die daar communicatie in het hart van de samenleving van. Maar ik denk als ik kijk naar overheden dat het nog belangrijker is dat iedereen die werkt bij overheid, dat die zich realiseert dat hij zelf een communicatieve verantwoordelijkheid heeft. Hè? Dus dat de communicatieafdeling echt als professional voor de infrastructuur, voor de strategieën kan zorgen. Persrelaties denk ik ook wel. Maar dat, als je werkt bij een overheid, van een gemeente of een rijksoverheid, provincie, waterschap, dat iedereen snapt, ik heb een hele grote communicatieve bijdrage te leveren. En ik denk dat dat het mogelijk maakt om je als afdeling echt als professionals echt in dat vak te gaan zitten. Ja, dank je. Ja, zijn er online gasten die willen reageren? Minke?
Nou ja, kijk, ik zit natuurlijk ook in een overheidsorganisatie, dus ik sluit in die zin aan op wat Esther zei. Kijk, voor handelsregistertaken, het handelsregister is een onderdeel van de vitale infrastructuur. En daar hebben wij gewoon een aantal wettelijke taken te vervullen. Dus ja, daar zie ik eigenlijk niet heel veel in veranderen. En daarnaast zijn we natuurlijk ook staan we opgesteld om ondernemers te helpen en de economie te stimuleren en dergelijke. En ik denk dat die ondernemers eigenlijk de komende tijd nog wel even alle hulp nodig hebben die ze kunnen krijgen. En voor mijn afdeling denk ik, ja, we hebben een hele compacte afdeling met heel veel verschillende disciplines. Ja, ik denk dat wij voor wat wij moeten doen behoorlijk efficiënt bezig zijn eigenlijk. Ik denk dat het ook vooral de opgave is voor ons als communicatie om in kaart te brengen. Je kunt naar verschillende knoppen kun je draaien. En welke knoppen kun je aandraaien, maar welke effecten heeft dat ook? Dus dat je dat, welke consequentie heeft dat, dat je dat gewoon heel inzichtelijk maakt. Dat je ook met elkaar daarover het gesprek aangaat. Raymond, heb je nog één of twee of een leuke opmerking? Mag ook. Geen leuke opmerking. Geen leuke opmerking. Er wordt heel veel gereageerd overigens op de chat. Maar veel vragen worden ook wel gewoon gesteld. Mensen zijn echt inhoudelijk bezig. Van 32 mensen hebben we nu in de chat zitten. Een belangrijke vraag komt nog van Guido Reinja. We hebben het eerder gehad over Be Good and Tell It en Show Don't Tell. Dat zijn wel Engelstalige termen die bij jullie voorbij kwamen. Maar hoe meet je nou eigenlijk dat succes? Niet dat de directeur jou een schouderklopje geeft, maar echt concreet in cijfers. Zijn er onderzoeken gedaan? Hoe meet je dat? Wij doen elke keer evaluaties. Dus we hebben bijvoorbeeld, wat ik net vertelde met de communicatieaanpak, zijn we gewoon maar begonnen met een intern journaal en een aantal verhalen. En we hebben een webinar georganiseerd. En toen hebben we eigenlijk gelijk binnen 2 weken een soort van enquête uitgestuurd. Van hoe goed voel je geïnformeerd over de impact van corona op de organisatie? De financiën, ben je trots op NS? Een aantal dingen die voel je verbonden. En toen kwam eigenlijk uit iedereen dat het eigenlijk heel goed scoorde. Behalve financieel. Mensen zeiden, we hebben eigenlijk geen idee wat dit voor impact heeft. Dus zo noemen we dat doorlopend. Dus we hebben nu geloof ik 3 keer of zo iets van een evaluatie gedaan. En die evaluatie leidt eigenlijk altijd tot een beetje weer bijsturen van de communicatieaanpak. Of in ieder geval de focus. Oké, en je hebt iets om te laten zien. En ook belangrijk denk ik dat je gewoon laat zien aan je opdrachtgevers waar je mee bezig bent. En of het wel of niet gewaardeerd wordt. En wat een vervolgopdracht is voor de afdeling. Esther? Ja, wij vragen het ook uit. Dus als ik kijk naar onze leden, de gemeente. Dat doen we met enquêtes bijvoorbeeld. Of het flitspeilingen. En dan vragen we uit wat ze nodig hebben, wat ze vinden van onze standpunten, om daar aan bij te dragen. Maar ook wat ze vinden van de communicatie en wat we doen op het platform en wat we aan kennisdeling en dienstverlening doen. En voor de medewerkers inderdaad gewoon medewerkers onderzoeken, binnenkort de tweede. Ja, en verder doen we eigenlijk doorlopend allerlei onderzoeken, reputatieonderzoek, lezersonderzoek van het magazine, je statistieken van al je online kanalen. Dus het is eigenlijk een samenspel van allerlei input. Ja. Ik weet niet of Guido hier tevreden over is. Maar Guido kan wel streng zijn altijd. ik hou zijn reactie in de gaten. Want Theo van der Meer, want we gaan zo'n beetje, het is bijna 10 minuten voor 9, we gaan ze bijna afronden. Ja. Maar Theo van der Meer stelde nog een mooie vraag. Wat bleek jullie afdeling in coronatijd te missen? En is ook meteen aangeschaft. Maakt niet uit wat kosten dat zijn, maar dat hadden jullie op dat moment echt nodig. Bijvoorbeeld bij VNG of bij de NS of bij de Kamer van Koophandel. Wat was nodig op dat moment? Mis niet echt, maar bijvoorbeeld, wij hebben heel veel bijeenkomsten. Die werden opeens natuurlijk kwamen allemaal te vervallen, omdat mensen niet meer samenkwamen. Dus wij gingen opeens webinars organiseren. Nou, zoals hier, dat hadden we eigenlijk nog. Ja, we hadden een klein studiootje. Maar opeens kwamen ze echt, denk ik, elke 3-4 weken was er wel een bedrijfsonderdeel. We hebben 20.000 mensen, dus er waren altijd wel verschillende bedrijfsonderdelen die iets van een webinar organiseerden. Nou, dat deden we voorheen niet zoveel. Hebben we niet aangeschaft, daar zijn we nog. Hadden wij het al over. Ik denk veel organisaties aan het nadenken zijn. Is er een business case om het zelf te gaan doen of blijven we het toch uitbesteden? Maar dat is wel iets wat we er voorheen nooit niet deden. En nu opeens er natuurlijk wel veel focus op kwam. Minke Jonker bij de Kamer van Koophandel. Ja. Ik zit even te denken wat we misten. Maar ik moest eventjes denken aan masterclass leidinggevende die wij regelmatig organiseren. De kwartaalsessie moet ik zeggen. Bij de RVB, de rest van de organisatie meeneemt het afgelopen kwartaal. Maar we deden er voorheen fysiek, rolerend op verschillende kantoren. En dat hebben we toen noodgedwongen natuurlijk digitaal moeten doen. En toen bleek ineens de
het enthousiasme overweldigend, waardoor we het online eigenlijk helemaal niet zo goed aankonden. We hadden nog nooit zoveel deelnemers gehad. En dat was wel interessant. Dus het was een mooi experiment. En wat ik daar ook interessant aan vond was dat je ook gaat zien, je denkt dat het een beperking is. Dat is een aanname van mij dat je dat denkt. Maar dat zou je kunnen denken, hè, van je hebt een bijeenkomst waarbij je niet bijeen kan komen. Dus beperking. Maar digitaal organiseren van zoiets bleek ook wel weer wat mooie dingen met zich mee te brengen. Want mensen die zeg maar in een fysieke setting zich wat minder makkelijk uitspreken, bleken dat in een digitale omgeving wel makkelijker te doen. Waardoor er ook andere mensen aan het woord kwamen en ook discussies toch een wat andere kleuring kregen soms. Dat vond ik heel mooi. Dus dat hebben we er in ieder geval van opgestoken. Karel? Eén van de dingen. Dankjewel. Karel? Ja, ik zet even mijn SRM-pet op. SRM is een onderdeel van NCOI. Mm-hmm. Wij werden dus geconfronteerd opleidingsinstituut met lockdown. En ineens waren alle lessen dus afgelast. En NCOI heeft binnen een paar weken een programma laten ontwikkelen, waardoor we virtueel les konden geven. Ik heb dat een aantal keren gedaan. Dat ging ontzettend goed, maar dit is antwoord op de vraag, wat was er niet en moest meteen worden aangeschaft. En dat heeft natuurlijk wel een patiënt de kosten over. Het heeft wel wat gekost, maar dan heb je ook wat. En je hebt weer nieuwe studenten. En er zijn weer nieuwe studenten bij, hè? De animo komt weer op. Ja, dat is inderdaad. We hebben natuurlijk echt een hele stille periode gehad. Dat niemand zich aanmeldde voor een van de communicatieopleidingen. En ik kreeg van mijn directeur afgelopen week te horen dat het inderdaad weer aantrekt. Zowel voor de senior communicatieadviseur als voor communicatiemanager. Dus het lijkt wel weer behoefte te zijn aan het vak. Dat zou je denken. En dat geeft mij een mooi bruggetje voor onze laatste twee filmpjes. Want ik heb van de week ook even gesproken met Marieke van Os. Zij is algemeen directeur bij USG, Marketing and Communication Professionals. En ik vroeg haar hoe is het gesteld geweest de afgelopen tijd met de vraag naar communicatieprofessionals. Mogen we het filmpje zien? Wat wij hebben gezien is dat de vraag in het begin van de coronacrisis eigenlijk wel is afgenomen. En aan de andere kant zagen wij dat de projecten die liepen allemaal, die gingen allemaal door en die projecten werden verlengd. Dus het was, wat wij zagen eigenlijk bij de organisaties, dat het wat lastig was om te kijken hoe gaan we nu nieuwe mensen bijvoorbeeld ook inwerken. Hoe gaan we nou kijken of we de juiste intake kunnen doen op afstand. Dus dat was even zoeken met elkaar. Ja, want vooral bestaande projecten liepen gewoon door. Maar nieuwe projecten, nieuwe aanvragen, maar er niet op Juist bestaande projecten en daar werden zelfs de uren nog wel uitgebreid. Dus, en wat eigenlijk zo interessant was om te zien is dat iedereen ook gewoon vanuit huis volledig doorwerkte. En het is gewoon, vond het heel bijzonder om te zien hoe dat allemaal op een hele natuurlijke manier ging. Ging het met de aanvraag voor nieuwe projecten en voor nieuwe communicatieklussen? Ja, nou daar zagen we wel een stagnatie. Als er al nieuwe projecten doorkwamen, was dat wel op het gebied van crisiscommunicatie, interne communicatie. En wat we eigenlijk de laatste weken zien, is dat er ook weer toch weer wat groei is in de nieuwe projecten ook. Het werk wat we zagen op de communicatieafdelingen, en dat hoorden we ook van onze communicatieprofessionals, was enorm, was best wel een hoge werkdruk. Dus het werk was er niet. Alleen, hoe gingen we dat organiseren op dat moment? En dan een nieuwe professionals inwerken op afstand. Ja, dat is dan toch wel heel lastig. Als er dan vraag was, dan was het toch wel naar crisiscommunicatie, interne communicatie. En er lag echt een focus op, ook op content marketing. Want organisaties wilden natuurlijk blijven communiceren, ook extern. Maar we konden dat niet meer fysiek doen. Een event manager, wat we natuurlijk ook wel eens hebben. Ja, dat zijn opdrachten die we nu niet zien. En dat is natuurlijk meer dan logisch. Ja. Hoe is dat binnen USG People eigenlijk gegaan?
Ja, we hebben zelf ook onder onze eigen Marcom professionals ook een onderzoek gedaan. Hoe ze nou ook de coronacrisis hebben ervaren. Mensen zeiden van, nou ja, na corona wil ik toch wel minimaal 50% ook thuis werken. Want het is bijvoorbeeld veel effectiever en minder reistijd. Nou, heel veel digitale tools werden heel goed ervaren. Maar dan wel in, met een goede balans daartussen. Ja. Mooi. Marieke van Os is dat. Zij is algemeen directeur bij USG Marketing en Communication Professionals. Straks wil ik jullie vragen te reageren, want we hebben nog een keer Hanneke Koppers van de TU Eindhoven. Dus dit ging over hoe ontwikkelde die vraag zich, hè, van stagnatie naar toch alweer groei. En wat voor mensen hebben we straks nodig? Hanneke Koppers hadden we nog even gevraagd, wat denk je wat de economische crisis gaat doen? Ten aanzien van de economische crisis verwacht ik geen gedwongen ontslagen, maar ik verwacht ook geen uitbreidingen. En mijn grootste zorg zit eigenlijk in het out-of-pocket budget wat ik heb, waarvan ik verwacht dat dat mogelijk wel minder gaat worden. Als er bezuinigingen komen, dan moet het geld logischerwijs in de eerste plaats naar primaire processen, onderwijs en onderzoek. Dus dat gaat van ons echt nog wat meer creativiteit vragen en ook wat meer agility, wat wendbaarheid, wat slimmer inzetbaarheid van mensen en middelen. Dus dat wordt een uitdaging op zich. En dat was tot slot dan Hanneke Koppers, TU Eindhoven. Gezien de klok vraag ik jullie alle vier om een korte reactie op een van de twee filmpjes of allebei. Het is maar net hoe je het wil verpakken. Zelf zou mijn vraag zijn, welke behoefte zou er de komende tijd zijn aan een soort professionals, maar misschien communicatieprofessionals, maar misschien wil je iets anders zeggen. Nou ja, ik denk dat dit wel het moment is om te laten zien dat wij ook de afdeling zijn die creativiteit brengt binnen een organisatie. Zoals ook Hanneke zei. Precies. In het filmpje. En dat creativiteit, dat is natuurlijk helemaal essentieel, niet heel veel geld hoeft te kosten. Om even een voorbeeld te noemen. Ik heb een offerte gekregen voor €1100 om digitale kaarten te maken om naar collega's te sturen. Collega's wilden graag met elkaar in contact blijven. Dus kaarten met een trein erop, met ik denk aan je of ik hoop dat het goed met je gaat. Amper geld. Die zijn meer dan 30.000 keer door collega's onderling verstuurd. Dus ik hoop wel dat ik iedereen kan blijven uitdagen om die creativiteit juist nu te laten zien dat we die in huis hebben als afdeling. Mooi, dank je. Esther? Ja, in het eerste filmpje werd even genoemd over thuiswerken. Hè, dat medewerkers ook zelf zeggen, ik wil minstens 50% thuiswerken. 50, hè? Ja. Ja, en ik was nooit heel erg fan van thuiswerken, omdat ik het heel fijn vind om ook met elkaar te zijn en te praten en elkaar te zien. En buiten de overleggen die je hebt, ook creatief en inspirerend te kunnen zijn. Maar het is gewoon een feit dat thuiswerken heel goed werkt en dat je online ontzettend veel kunt doen. Dus ik vind het ook een hele mooie opdracht om dat met elkaar in balans te brengen. En dat zijn die mensen die dus minder in de trein komen. Dat is precies waar wij mee te maken hebben. Ja, precies. Ja. Minke Jonker, wat denk jij eigenlijk, Minke, waar het geld straks naartoe gaat? Geld is beperkt, je werkt voor de ondernemers ook. Zal het weer toch naar de primaire processen gaan, waar Hanneke Koppers toch een beetje voor vreest? Ja, maar dat is bij ons toch ook een beetje anders weer. En waar we het eerder over hadden, volgens mij zei jij dat, Esther, dat je communicatie eigenlijk toch wel in je primaire proces moet hebben zitten. Daar ben ik ook wel een voorstander van. Communication by design. Ik geloof heel erg in een multidisciplinaire aanpak. Ik zit na corona nog meer dan daarvoor, maar ook daarvoor wel echt veel in multidisciplinaire teams. Waarbij we heel erg werken met scenario's en uitdenken van hoe we integraal vanuit de verschillende domeinen en de verschillende expertises kijken naar vraagstukken. En vervolgens kies je dan op enig moment een bepaald pad. En dan kan het best zo zijn dat juridisch bijvoorbeeld de beste weg is, maar dat mij dat wel wat kost op communicatie. Nou, als je dat met elkaar onder ogen ziet en accepteert, dan is dat allemaal prima. Maar ik denk dat we op die manier ook veel meer moeten werken. Ik denk dat ik wat onrust zie, dus ik hou het hierbij. Oh, zit ik iets te veel te bewegen. Maar ik vind het prachtig, Minke. Maar ik gun je graag nog een laatste zin om, Minke. Als ik er dan nog eentje mag zeggen, dan geloof ik ook heilig in die creativiteit. Want een van de uitdagingen die ik ook zie is
Voorheen hadden we natuurlijk een combinatie tussen digitaal en fysiek communiceren. Mm-hmm. Nu wordt die balans echt anders. Maar we moeten denk ik ook wel waken voor alles dan maar op intranet gooien. Ik zeg het even een beetje plat, want dat gaat hem ook niet worden. En dan hebben we dus ook weer echt dat vakmanschap nodig. Van hoe ga je nou vanuit strategie en tactisch en concepten zorgen dat je op de juiste niveaus met de verschillende vormen mensen wel blijft raken. Zonder dat er een totale bore-out is, omdat we alleen nog maar met vlogs en blogs en intranetberichten weten te communiceren. Dus daar zit echt nog wel een uitdaging. Carol, hou hem nog even vast, Carol, want ik wil er met jou uitgaan. Dus ik kijk nog even naar Raymond en vraag hem nog wat mooie dingen uit de chat te melden. Nou, en dan zal de slotboodschap van dominee Carol vast heel mooi passen. We eindigen met dominee Carol, mooi, mooi gezegd. Maar ja, nee, de chat dat gaat maar door natuurlijk. Er werd een vraag gesteld door Twan Timmermans over wie heeft er nou nog een gouden tip voor die tweede golf. Mocht hij eraan komen, we hopen het niet. We gaan er ook niet op sturen, hopelijk. Dat mensen toch genoeg hygiënemaatregelen treffen en voldoende afstand houden. Dat die tweede golf toch niet aankomt. Ja, de cijfers van vandaag, die zeggen dat er wel wat meer coronagevallen zijn. Maar we hopen echt dat het beperkt blijft. Dus hou je inderdaad ook echt aan die regels. Ook als communicatieprofessional uiteraard. Maar goed, de gouden tip voor die tweede golf. Ventileren wordt dan gezegd. Maar Machteld Kooi, ze zit natuurlijk in de videobusiness. Die houdt vooral afstand. Want ze heeft dan tegenwoordig een tweede, voor eigenlijk een grotere hengel. Waar ze dus afstand kan houden als ze interviews doet. Dus dat is een gouden tip. Hou die afstand. Mooi, hou afstand. Gouden tip van Iris voor de mogelijke tweede golf. Ik denk dat dat, sowieso hou afstand, maar ook wees allemaal rolvast. Dus ga niet zelf bedenken of wat wel of niet een goede maatregel is, maar luister gewoon naar de organisaties en instanties die daar verstand van hebben. Mooi. Esther. Ja, jeetje. Gouden tip. Gebruiken wat we geleerd hebben. We hebben natuurlijk ontzettend veel geleerd en ervaren de afgelopen tijd. En dat vasthouden, zou ik zeggen, ja. Ik wens jullie daarbij heel veel succes. Minke Jonker, heb je een gouden tip voor ons? Neem mee wat je geleerd hebt, maar sta ook open voor voortschrijdend inzicht. En ga het niet allemaal zelf zitten bedenken. Carol Winkelaar, we hoeven het niet allemaal zelf te bedenken. Gewoon even naar Carol luisteren. Nee, zeker niet. Wat mijn aanspraak bij een van de sprekers was die gezamenlijke verantwoordelijkheid die een organisatie heeft voor communicatie. He, dat is een pleidooi voor de communicatieve organisatie. En dat zou nog wel eens een vorm kunnen zijn die ook als kaasschaaf misschien over ons heen wordt getrokken. En dat we dus de communicatie ook waar het kan lager in de organisatie leggen. Mensen er laag voor verantwoordelijk maken. Kijk, we hebben nu nog het geluk van het zere been. Dat betekent dat de crisiscommunicatie heeft geen schuldigen. De schuldigen van de crisis is onzichtbaar. En waar we straks naartoe gaan, is dat er wel schuldigen komen. Dan is de NS schuldig dat het niet gaat zoals het ging. Dan is de Kamer van Koophandel ergens schuldig voor en de VNG. En dan krijgen we het allemaal op ons bord. En dan moeten we dus een ander soort crisiscommunicatie gaan voeren. Want dan moeten we het over onszelf hebben. En een gouden tip. Ik kom terug op wat ik in het begin zei. Het moet ergens over gaan. Dan is er eigenlijk geen sprake van communicatie, maar gewoon van inhoud. En van een goed gesprek. Hopelijk ging het vanavond ergens over. Carol Winkelaar, mag ik jou van harte bedanken. Communicatiestratege en schrijver van het boek De Communicatieadviseur. En je bent nog zoveel meer. Maar je was vooral ook een fantastische gast. Fijn dat je er was. Minke Jonker. Dankjewel. Directeur Corporate Communicatie bij de Kamer voor Koophandel. Hopelijk zeg ik het goed. En Public Affairs. Ik wens jou ook heel veel succes, want we moeten ons misschien schrap zetten voor een tweede golf. Maar ook economisch zal het lastig worden. En volgens mij krijgen jullie een flinke kluif nog. Maar met je enthousiasme gaat het vast lukken om de hele tent te laten shinen. Ja. Veel succes daarmee. Iris Rechef. Jullie staat ook nog heel wat te wachten. Ik wens jullie veel reizigers toe, met mondkapjes en zonder mondkapjes, als het weer kan. Dank je. Heel veel succes en geluk in je nieuwe baan. Esther,
toi 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 met al die gemeentes straks die het ook nu al zo moeilijk hebben. Maar wie weet hopelijk straks toch weer mooie boodschappen kunnen gaan verkondigen. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Heel mooi. Mag ik ook danken Hanneke Koppers, directeur van het Communicatie-Expertisecentrum van de TU Eindhoven voor haar filmpjes. Marieke van Os, algemeen directeur van USG Marketing en Communication Professionals. Ook dank voor haar bijdrage. En een digitaal applaus, we kunnen het niet helemaal laten horen, maar verdient uiteraard de redactie van dit UCK Online project. Want die bedenken dat het fantastisch zou zijn als mensen van dit soort mooie organisaties hier aan tafel zouden zitten en online zouden meepraten. En op het allerlaatst is Karel nog eens even gecharterd. Dat vraagt ook om mensen die daar in het weekend ook aantrekken. Dus Raymond de Jong, Mirjam Heffels, Koen van Tankeren, Monique van der Zanden, Bianca Spierenburg. Hartelijk dank. Jullie zijn allemaal lieve leden van de UCK. Welkom straks in de online borrel via de Zoom-link die je in je mail hebt gehad. Over een paar dagen is deze hele uitzending te volgen, terug te kijken op YouTube. En komt uiteindelijk ook weer terug op de website van de UCK. Tot straks, tot Zoom, tot borrels, tot zo, tot later. Dank dat ik een paar mensen fysiek mocht zien. Hele fijne avond nog allemaal. Dag. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom houden we altijd 1,5 meter afstand. Onderweg op straat en in de supermarkt geven we elkaar de ruimte. Als het nodig is, doen we een stapje opzij. Thanks, man. En soms een stapje terug. Alsjeblieft. En als iedereen meedoet, gaan we elke dag een stapje vooruit. Alleen samen krijgen we corona onder controle.